De Indiaanse president, Ram Nath Kovind, brengt binnenkort een staatsbezoek aan Suriname. In het kader hiervan zullen er strenge veiligheidsmaatregelen gelden voor zowel de gemeenschap als de media. Het Nationaal Informatieinstituut heeft vandaag de Surinaamse media geïnformeerd over de maatregelen rond dit staatsbezoek. Dit gebeurde in het perscentrum van het kabinet van de president. De journalisten zijn deel geweest van diverse informatiesessies met betrekking tot het geldende protocol, de veiligheidsvoorschriften en de rol van, het Nationaal Informatieinstituut NII. Derek Cameron van het NII vroeg de journalisten zich te houden aan de regels en voorschriften die zullen gelden tijdens het bezoek van de president. Wij zullen, misschien minder belangrijk voor u, maar wij doen dus ook de informatiecampagne. Het is geen promotiecampagne, maar een informatiecampagne. U zult voornamelijk via GovTV heel wat zaken zien in verband met dit bezoek. Dat u toch wel weet waar dit bezoek over gaat. Maar ook via andere zenders zullen wij heel wat informatie delen met de samenleving. Wij zullen optreden als facilitator. Dus dat wil zeggen dat als u een activiteit eventueel hebt gemist, zijn wij daar voor u om u van beeldmateriaal te voorzien. Het zijn foto, video, anything. You can count on us. Daarom, om die operatie uit te voeren, zullen wij dus een mediacenter opzetten. En zoals de kaarten er nu uitzien, zullen wij in Queens dat moeten opzetten, omdat wij wilden dat graag hier doen. Of het congreszaal, maar ze zijn bezet, dus moeten wij dus uitwijken naar Queens. Dat is toch wel centraal gelegen ook, omdat heel veel van de operaties hier in de buurt zullen plaatsvinden. De mediawerkers zullen optimaal in de gelegenheid gesteld worden dit hoogbezoek te verslaan. Een vereiste is wel dat zij zich eerst moeten registreren via de website van het NII, zei Cameron verder. In elk geval kunt u dus registreren nogmaals op www.niisuriname.com. U klikt op een tab registratie en u gaat dus zien, één is in het Nederlands, dat is voor lokale pers, en één is in het Engels. Wij verwachten ook internationale pers en ook zij worden in de gelegenheid gesteld om te accrediteren voor dit bezoek. U hoorde Derek Cameron van het Nationaal Informatieinstituut NII. Vandaag is de Surinaamse media geïnformeerd over het staatsbezoek van de Indiaanse president Ram Nath Kovind.